Ik ben Anna van Terug naar Eden. Ik heb net de geiten gemolken. Ze geven hele lekker romige melk. Zo romig zelf dat ik de melk kan afromen. Melk van koeien roomt heel makkelijk op, omdat de samenstelling van koeienmelk anders is dan de samenstelling van geitenmelk. Geitenmelk is altijd moeilijker om de room naar boven te krijgen. Maar deze geiten die geven zo goede romige melk dat ik ook van de geitenmelk de melk kan afromen. Ik heb ze dus net gemolken. Ze geven zoveel dat mijn kannetje niet meer voldoende is. Dus ik loop tegenwoordig met een pan. Dan gooi ik het door de filter. Dat heb ik wel eens meer laten zien. Ik gooi het direct over in een grotere pan. En die pan gaat met melk en al de vriezer in straks. Maar om jullie te laten zien hoe het afromen in zijn werk gaat, giet ik ook een deel over in een glazen schaal. Zo ongeveer. En de rest in een grote pan. Nou, de kat is blij met de restjes wat uit de filter komt. Die kat die weet dat precies. Op een of andere manier heeft ze een biologische klok en blijft ze in de omgeving als ik bezig ben met melken. En dan herkent ze waarschijnlijk aan de geluiden of het gedrag van de geiten dat zover is. En dan hoort ze dat gerommel hier in de keuken. En dan denk ik, nou moet het erbij zijn, want er komt weer wat lekkers aan. Deze glazen schaal die ga ik in de koelkast zetten. Die ga ik jullie morgen laten zien hoe ik daar de room van afhaal. De schaal in de koelkast gezet. Ik heb nog even afgedekt met een bordje, zodat er van bovenaf ook geen vuil in kan vallen. Deze pan ga ik zo in de vriezer zetten met deksel. Ik wou jullie ook nog even laten zien wat ik hier op aardig heb staan. Kijk, dit is de oogst van de aardbeien. Moet even kijken hoe ik dat op de film krijg, want ik zit met de mobiel van mijn man te filmen, omdat mijn digitale camera niet meer werkt. Maar ik heb 4 bakken. 1, 2, 3 en daar staat er nog één. Dus, ik weet niet hoeveel kilo dat ongeveer is, maar daar maak ik dus weer een combinatie van. Ik heb na mijn werkpak nog aan. Ik moet nog even naar Maya en Suus. Even bij de schooltuin naar buiten zetten op het gras. En dan gaat het filmpje zo verder aan de andere kant met de schoonpak en schone keuken. En dan ga ik weer aan de gang met kaas maken. Dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ben weer terug van het geiten verzorgen. Ik heb schoon pak aan gedaan. En dit wordt de eerste keer kaas maken van dit seizoen. Dus hey, we gaan weer sterk boerenwerk maken. We hopen dat het lukt. Voordat ik naar Maya en Suus ging, heb ik de melk al aangezuurd. Als je wil weten hoe je kaas moet maken, dan kun je het beste even zoeken in de playlist Zuivel. Er staat een filmpje van Naturel Kaas. Dat is een heel uitgebreid filmpje. Ik zou zeggen, het is bijna mini cursus kaas maken. Er staat ook nog eentje van kruidenkaas. En de andere dingen die ik met de geitenmelk doe. En dit is gewoon even meekijken in verschillende dingen. En gewoon dat ik het leuk vind om jullie te laten zien dat het kaasseizoen hier weer begonnen is. Dus de melk is aangezuurd. En als de melk lang genoeg heeft gestaan om zuur genoeg te worden, dan gaat de stremsel bij. Dat heb ik hier al afgemeten. Dat meng ik er doorheen. Roer ik dat nog even goed door. Ik strem met een plantaardig stremsel, dus dit is ook geschikt voor mensen die vegetarisch willen eten. Als ze dan tenminste wel melk durven drinken of eten. Dan check ik nog even de temperatuur. Die is
31,5. Het kan tot 32, 32,5 met hanilazen. Dan lukt het ook nog. Ideale temperatuur is 30 graden. Op mijn werkplek waar ik kaasmaken geleerd heb. Had op een gegeven moment een beetje een wedstrijdje tussen de kaasmakers. Er waren drie kaasmakers. Om in de grote tobben te gaan stemmen als het precies 30 graden was. Nou ja, op een gegeven moment was ik degene die het meeste kaas maakte op de boerderij. Dat ging dan om zo, meestal ruim 700, 8 liter, soms wel 900 liter in de tobben. En dat is natuurlijk heel anders sturen, zo'n grote hoeveelheid als in zo'n kleine pan. En ik had het op een gegeven moment zo goed in de vingers dat ik altijd precies, exact 30 graden de melk kon stremmen. Dus ja, wel een leuke herinnering. Nou, ik heb de thermometer gelijk weer schoongemaakt met speciaal sop voor in de kaasmakerij. Die spoel ik ook weer af. Dan heb ik hier ook altijd een plek wat heel schoon is. Voordat ik met zuivelverwerking begin, maak ik het hier helemaal schoon. Dit is eigenlijk mijn kaasmakerij. Dus hier gebeurt niet heel veel andere dingen. En dan staat mijn ketel staat hier op tafeltje. Ik heb hem ook wel eens bovenop aanrecht gezet, zodat jullie beter zicht hadden. En dan... dan kan ik hier gewoon alles afspoelen en schoon aan de kant zetten. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En dat is ook de vraag met deze kaas of het gaat lukken. Want ik pasteuriseer hem niet. En omdat ik niet genoeg heb in een paar dagen tijd. Ik bewaar het maximaal 3 dagen in de koelkast. Dan vries ik toch een deel in. En dat is een risico. Daardoor verzwakt de melk. Is vatbaarder voor bacteriën. Je moet het ook weer ontdooien. Dat is ook weer een kritiekpunt, want ja, het beste is gewoon eigenlijk verse rauwe melk en zo snel mogelijk als dat je kunt dat die direct verwerken. Dan heb je de minste kans op verkeerde bacteriën. Dus we hopen maar dat het goed komt en anders heb ik altijd nog de keuze om toch nog de melk te pasteuriseren voordat ik begin. Nu gaat de deksel erop, dan pak ik de pan in en dan heb ik 45 minuten pauze. Voordat ik weer terug moet naar de kaas en in die tussenliggende tijd ga ik dus de aardbeien schoonmaken en dan ga ik hem inbekken. Dus ik zie jullie straks wel weer terug. Ik ben nu zover dat de melk gestremd is. Tussenliggende tijd had ik dus al een groot deel van de aardbeien schoongemaakt. Ik zie gewoon al aan de vrommel dat het heel romig is. Dus ik verwacht dat ik dan ook een goede opbrengst vaste stoffen uit de melk kan halen. Dat houdt dus in meer kaas uit de liter melk. Ik heb de geiten overgezet van het rantsoen. Wat ze natuurlijk gewend waren op de vorige adres naar het rantsoen wat ik ze hier geef. Dus gangbare krachtvoer, dat krijgen ze hier niet. Ze krijgen hier dat biologische graan, wat ik in eerdere filmpjes ook wel heb laten zien. Dat resulteert erin dat ze minder melk zijn gaan geven. Maar de kwaliteit van de melk, die zou er eerder door omhoog gaan als dat het naar beneden gaat. Je ziet vaak in de zomerperiode dat ze dan ook volop op het gras gaan. Dat ze dan meer melk geven. Maar dat niet per se inhoudt dat er meer vaste stoffen in de melk overblijven. En het is voor het dier ook beter als je hem niet propvol met krachtvoer stopt om de onderste druppel melk uit de geit te krijgen. De geit gaat langer mee. Als je hem minder krachtvoer geeft, dat hij iets minder melk mag geven en iets meer overhoudt voor het eigen lijf en het eigen leven. Geiten die je helemaal volop in productie zet, die zijn ook eerder op. Net als legkippen. Als je daar volop voer in duwt en het licht aanzet in de winter, wat in de natuur niet gebeurt. Dan is die kip na 2 jaar is die klaar met eieren leggen. En dan gaat hij als soepkip verder. En als je kip gewoon de winterrust geeft en veel meer het natuurlijke gedrag laat volgen. Dan leeft die kip gezonder.
En die kip blijft ook langer. Heb je misschien wat minder eieren. Maar je hebt het wel beter voor de kip gedaan. Vissen, dat is wat ik dan vind. Je snijdt de vrommel om het oppervlak van de vrommel te vergroten. Je krijgt natuurlijk allemaal blokjes met aan alle kanten zijden waar de wei uit kan. Dit is een manier om de wei eruit te krijgen. En uiteindelijk zoveel mogelijk vrommel over te houden. Ik zal even de camera op de pan richten. Zo ziet het er nu uit. En, nu laat ik dat weer een poosje staan. Een minuut of vijf. Dan zinkt de vrommel naar beneden. Kan ik makkelijker de wei eruit krijgen. Ik heb de wei die eruit moest inmiddels uitgehaald. Levert weer 6 liter wei op. 3 in flessen. Die zet ik in de koelkast. Daar maken we onze smoothies van. En dan hou ik er nog 3 over in een grote bak. Daar kook ik mee, daar maak ik soep mee. Als je wil weten hoe ik wijsoep maak, staan ook filmpjes van op mijn kanaal. En dat wek ik ook in. Deze keer heb ik gelukkig de wekketel uit Amerika, de hoge druk wekketel, dat ik ook veilig kan inwekken. In vorige filmpjes vertelde ik ook wel dat sommige wijsoep inwekken ook mislukt is, omdat ik dat nog niet op de veilige manier kon doen. Nu moet ik de vrommel gaan opwarmen. Zoveel wei als ik eruit gehaald heb, zoveel water doe ik erin terug. En zo warm ik ook de vrommel weer op. Kun je het beste al roerend doen. Die vrommel in beweging blijft als je het verwarmt. Doe ik ook de salpeter erdoor, dat is tegen verkeerde bacteriën. En dan pak ik even mijn grote soeplepel, want daar krijg ik het beter mee los. Nou, kijk even wat de temperatuur doet. Het duurt altijd even voordat de thermometer de juiste temperatuur aangeeft. En dan kijk ik of ik nog moet corrigeren. Dus of ik dat nog heet water erbij ga doen. Of dat ik een beetje koud water erbij moet gaan doen. Langer roeren. En warmer maken. Dat zorgt ervoor dat je een drogere kaas krijgt. Dus hoe langer de bewerking en hoe warmer de bewerking. En het tegenovergestelde, korter bewerken en minder warm bewerken. Dat wordt een smeuïge kaas. Dus daar kan je de kaas mee sturen. Nou, wat ik al zei, ik zie dat heel goed oproomt, dus ik denk dat hier voldoende vet en eiwit in zitten. Dus dat hij vanzelf al behoorlijk smeuig zal zijn. Dus ik hoef er niet echt veel moeite voor te doen om hem dan smeuig te krijgen. Dus ik kan dan de normale bewerkingstijd aanhouden, zo rond 23 minuten minimaal bij mij. En ik ga het proberen zo richting 36 graden. Hij geeft nu 34 aan, dus dan ga ik heet water nog erbij doen en met die laatste liters hem naar 36 graden brengen. Nou, ik heb hem dus nu mooi op 36 graden zitten. En dit vind ik het saaiste van het hele kaas maken. Dan moet ik dus 23 minuten lang die vrommel in beweging houden. Vroeger ging dat mooi in de top bij machinaal. Kon je in de tussentijd alvast dingen schoon gaan maken of andere dingen voorbereiden in de kaasmakerij. Maar nu moet ik dat dus handmatig doen. En dan ga ik gewoon altijd een beetje staan te zingen. Dus ik zou zeggen, als je het niet wil horen, doe maar oordoppen in. Ik ben altijd gek van country onder andere en John Denver. Dus dan ga ik een stukje zingen.
Country roads take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. Nou, ik zal jullie verder niet vermoeien met mijn gezang. Dus, ik moet nog even aan het roeren blijven. En dan zie ik jullie straks wel weer terug van wat ik dan weer aan het doen ben. Tot straks. Mijn kaasmaak is bijna klaar. Ik heb één mooie volle bak van 2 kilo. Die gaat onder de pers. En dan heb ik nog een kleintje van een pond extra. Dus dat klopt wel aardig dat er goed vet en eiwitten in zitten. Want ik heb zelfs nog een kleintje extra kunnen maken. Nou, het gewicht gaat aan de pers en dan is de kaas bijna klaar. Moet het nog een keer keren. En dan ga ik weer met de aardbeien verder. Ik heb ook een pot azijn. Dus het moet nog azijn worden, maar van de aardbeienrestjes, dus dan krijg je aardbeienazijn. Daar hoef ik nu niks aan te doen. En alle andere azijnen die ik de vorige filmpjes heb laten zien, die ga ik allemaal weer even door elkaar heen roeren. En gelijktijdig moet ik op de aardbeien letten die op het fornuis staan. Dat wil er steeds overheen. Deze pan, daar zit wasmiddel in. Dit is die bloemen- en kruidenazijn die ik in de vorige filmpje heb laten zien. Die staat vanaf 16 juni. Dat is 8 dagen geleden, een ruime week geleden nu. Die filmpjes die heb ik wel eens eerder klaar voordat ik ze plaats. Dus jullie hebben ze dan misschien net bekeken en in werkelijkheid is het al een week verder. Je kunt azijn controleren door eraan te ruiken. Als je het kunt drinken, kun je het natuurlijk ook proeven als het klaar is, maar het ruikt gewoon lekker fris, zuurig en het ruikt naar de kruiden en bloemen die erin zitten. Dus het ruikt nu gewoon lekker ook. Dus ik vind het echt heel leuk om te doen, omdat je begint met al die kleurtjes en je krijgt heerlijke geuren van. Ja, en een heel fijn product wat uit de natuur gekomen is. Heel goedkoop. Eigenlijk materiaal uit de natuur, een klein beetje suiker en gefilterd water. That's it. En nu gaan we weer verder met het vullen van de potten van de aardbeien. Ik heb de aardbeien gewoon in hun eigen vocht gekookt. Heel klein beetje water voeg ik toe. Met het begin van koken dat er niks aanbrandt. En dan laten ze heel veel vocht vrij. En dat probeer ik zoveel mogelijk in het begin even eruit te kiepen. Anders krijg je een pot vol vocht en een handje vol aardbeien. En dan kun je later altijd nog vocht toevoegen. Ik hou altijd vocht over. En dat vocht dat kook ik weer op met wat suiker en wat pectine. En dat wordt dan weer siroop of gelei voor over de toetje of als limonadesiroop. En zo verwerk ik dus een heleboel van onze verse fruit. We eten natuurlijk ook vers fruit, maar dat eet je natuurlijk nooit voor. En op deze manier hebben we voor de rest van het jaar van ons fruit ook nog plezier. Dus kom straks weer terug als ik de potten vol heb. Ik heb alles wat ik vandaag in moest wekken, heb ik ingewekt. De azijnen staan er allemaal achter, zijn allemaal omgeroerd. Ik heb hier nog een schaaltje over met het schuim wat ik afgeschuimd heb van het koken. Van het siroop. Dat gooi ik niet weg, want het kan ook makkelijk over het toetje heen. Nou, en hier heb ik iets klaarstaan. Flesje van hoop.
Want het is nodig tijd dat zij haar flesje krijgt. Ze is over van 4 flesjes op een dag naar 3. Dus ze moet ze nog even aan wennen. Dus we gaan nu naar buiten om Hoop haar flesje te geven. En het restant van de aardbeien aan de kippen te voeren. En dan heb ik nog even een leuk iets over. We hebben inmiddels zoveel eieren dat we af en toe al een doosje eieren kunnen verkopen. Kijk, en dit is het logo wat ik ervoor gemaakt heb. Er staat op Morganic. Meer dan biologisch. Het is een samenvoeging van more en organic. En nog een foto van een schilderij wat ik vroeger een keer gemaakt heb met de oogst. Allerlei verschillende gewassen uit de tuin. Nou, hoe mooi is dat dan? Dus zo is mijn eerste inkomsten al. Ik heb hier nog een stukje geschreven over hoe ik de kippen houd. En bedankt de mensen voor de aanschaf. Zodat ik ook mijn werk kan blijven doen. En dat ze ook op mijn kanaal gratis de kennis kunnen opdoen die ik daar deel. Nou, we gaan lekker snel naar buiten de kippen eten geven. En Hoop haar flesje. De kuikens die lopen nu ook gewoon lekker los. Die heb ik uit de volière vrijgelaten. En binnenkort gaan de pakieten terug de volière in. Er staan hier al twee dames voor het hek te wachten. Nou, ze schrokken er eerst van, maar uiteindelijk herkennen ze toch de aardbeien. Er zitten ook wat eierenschillen tussen, die ga ik er gauw even tussenuit halen. Anders leer je kippen hun eigen eieren opeten en stuk maken. De lammetjes hebben hier in de slootkant weer hun plekje. En dan is het steeds Hoop van het flesje weghouden. Ik heb volgens mij net gezegd Hoop flesje geven, maar het is Hanna flesje geven. Hoop is inmiddels al van het flesje af. Tegenwoordig de fles ook flink vasthouden, want af en toe geeft ze zo'n stoot. Als je de fles niet goed vast hebt, dan drukt ze die fles uit je handen. Oho. En die is weer leeg. Nou, nu is het zaak om zo snel mogelijk de stroom weer op de draad te zetten. Want ja, die zijn zo rap die beesten om te ontdekken dat er dan geen stroom op gaas zit. Ik heb het wel met een geit gehad voordat ik terug was om stroom op de draad te zetten. Dan was die geit al dwars door het net heen. Dus ik ga snel de stroom er weer opzetten. Dan blijven ze erachter. Nou, hier staan de grote dames die verantwoordelijk zijn voor de vele liters melk. Waar ik net onder andere de kaas van gemaakt heb. En daar ben ik het filmpje ook mee begonnen. Met het afromen van de melk. En dan gaat het filmpje morgen ook mee verder. Dan laat ik zien hoe ik daar slagroom van maak. Ik zou jullie nog laten zien hoe dat verder zou gaan met die room. Nou ja, het is inmiddels dus 2 dagen verder. Ik ben ontzettend druk geweest. Maar ik heb dus de schaal nu uit de koelkast gehaald. En dan ga ik laten zien hoe ik daar die room afhaal. Ik weet niet of dat goed te zien is op video. Maar daarom had ik het eigenlijk in die glazen schaal gedaan. Je ziet op een gegeven moment ook kleurverschil. Dat het bovenste laagje witter is als hetgeen eronder zit. Nu zal ik even van boven aanzicht filmen. Ik gebruik een wat wijde schaal. Want hoe groter het oppervlak is, hoe groter oppervlak je hebt om die room eraf te romen. Nou, je ziet als je dan dat langzaam voor je uitschuift, krijg je een soort rimpeltjes. Het rimpelt een soort op aan de voorkant, dan zie je dat dit duidelijk dikker is als hetgeen wat ik achterlaat. Nou, dat doe ik dan in een kopje. En nu zie je ook dat kleurverschil waar ik hier de room heb weggehaald, daar is het donkerder van kleur.
Dus ik schuif dat heel voorzichtig voor me uit. En dan haal ik dat eraf. Nou, en hoe meer room er in die melk zit, en ook als je het wat langer laat staan, komt er nog meer. Hoe dikker die laag is die bovenop drijft. En als je nou koemelk hebt, dan kan die laag echt heel dik worden. En dan zit ook weer verschillen in de boven- of onderkant van die laag. Hoe meer naar de oppervlakte, hoe rijker eigenlijk de room is. En hoe minder naar de oppervlakte, hoe meer je in de buurt komt van dat het weer gewoon melk is. Dus daar kan je dan ook nog de allerdikste room weer afhalen. Maar ik ben hier al heel blij mee. Dat ik dit van geitenmelk al voor elkaar krijg. Nou, inmiddels heb ik al een half kopje vol. Ik heb van de vorige keer dat ook gedaan. Nou, en als je daar dan een zoetstof bij doet, een beetje honing of een beetje rietsuiker. En je zet daar de garden in. Dan krijg je daar de slagroom van. En als je hier veel van hebt, dan zou je dus ook nog boter kunnen gaan maken. Nou, dat is natuurlijk heerlijk op een toetje met verse aardbeien die ik straks weer ga halen. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe het hier allemaal gaat. En misschien heb je er wel weer wat van kunnen opsteken. Dan bedank ik jullie voor het kijken en misschien weer tot de volgende keer op mijn kanaal. Dag hoor!